Dus wij zijn helemaal in de pan gehakt en Zelda die geeft er geen ene. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering zijn we behoorlijk in de pan gehakt door de generaal Beatrix. En zijn we terechtgekomen weer bij het verhaaltje in disc 2. Bij Zelda en Leroy, die het helemaal niks interesseert wat er met ons zeg maar gebeurt. Wij zijn ondertussen, nou ja, hun zijn ondertussen verder onderweg naar Alexandria. En ze willen dus naar Treno. Wat een Treno is, dat weet ik niet. Maar ja... Dus, en Marcus en, hoe heette die andere baviaan ook weer? Die zijn dus, zeg maar, eigenlijk bezig met een missie ook. Waardoor dat eentje naar de trainer gaat en eentje die gaat naar Limblum. Dus, laten we nou maar de cargo ship in gaan en kijken wat we kunnen vinden. Pardon. Ik heb hier mijn drinken naast me staan, dus ik heb net tussen de opnames, of ja, tussen de afleveringen, eventjes een behoorlijke slok genomen. En ja, dat zat behoorlijk dwars. Ik weet het een beetje onprofessioneel, maar mijn excuses, jongens. Dus. Waarom ga je naar Treno, Marcus? Om onze broer te redden. Wie? Er is maar één man die je broer noemt, en dat is Blank. Ik bedoel, serieus, we hebben informatie gevonden over hoe dat we zijn verstening kunnen fixen. We hebben geleerd over een item genaamd Supersoft. En Supersoft, dat is voor al je problemen van verstening. Ik bedoel, ik heb ook een reclame gezien op televisie. Dus, ja. En Sina? Sina gaat terug naar Tantalus en die gaat naar Limblum om de anderen dat te vertellen. Ik snap het. Oké, nou is het mijn beurt voor vragen. Ja? Waar is Zepi? Oh, we zijn gesplitst in Limblum. Ah, dus gelijk van hem afgekomen op het moment dat je in Limblum bent, hè? Hé, hey, hoe kon je dat nou zeggen? Het is alleen maar omdat Zepi me behandelde als een kind. Het boeit me niet wat er met hem gebeurt. Nou, prima. Als je zo over hem praat, dan weet ik ook niks. Brrr. Mama! Met jou kan ik ook niet fatsoenlijk praten. Ik ga gewoon lekker hier zitten. Jullie bekijken het maar. Jij gaat alleen maar over werk praten, ik wil eruit! Laat me eruit! Laat me eruit! Oké, laten we met Leroy praten. Ik zal me niet bemoeien met jouw zaken. Marcus? Is er een manier waarop ik kan helpen? Met wat helpen? Nou, ik was een beetje... Ja, het was een beetje op mijn schuld voor wat er gebeurd was. Dus... Nee, bedankt. Ik bedoel, ik denk dat we het wel kunnen redden. Maar zou het niet beter zijn al... Wat was dat? Ja, er zullen wel misschien motorproblemen zijn. We hebben langs van een technisch mankement. Alsjeblieft blijf zitten, terwijl ik even ga controleren. Onze techniek... Ja, wat is er nou? Ja, een demon met een pointy head. Oh, een pointy head? Wacht eventjes. Die kennen we. Laten we erop afgaan. Wat is er mis? Jouw gezicht. Wat gebeurt hier? Huh? Mission retrieve. Ik moet de prinses levend meenemen. Is dat niet degene die we hebben gezien op de cargo ship? Monster, ik maak je af deze manier. Deze keer. Wacht, Leroy, even wachten. Vertel me één ding. Waarom wil je mij gevangen nemen? Prinses, het is te gevaarlijk. Alsjeblieft, sta naar achteren. Ik moet de prinses vangen. Het heeft geen zin. Hij verstaat het toch niet. Maar... Vernietig iedereen! Trumessa! Oké. Dus we komen Black Waltz komen nog een keer tegen en die wil weer vechten met ons. Nou, aangezien dat wij geen experience hebben kunnen doen met Leroy en met Zelda, die zijn dus nu nog steeds rond de level 7. Maar we hebben eigenlijk al een keer gevochten met hem en... nou zou je denken van... Maar nou kunnen we dus eigenlijk bijna helemaal niks doen, want we kunnen niet stelen of iets. Maar we hebben Marcus nou dus ook in het team zitten, wat een add-on karakter is. Wat dus een extra karakter is, wat ervoor zorgt dat we dus zeg maar wel kunnen vechten met een derde persoon. Dus de reden waarom dat heel erg handig is, is dat we Marcus kunnen gebruiken om zijn items te kunnen jatten.
Nou, met Zelda wil je hier eigenlijk niks anders blijven doen als healen. Met Leroy wil je niks anders doen als aanvallen. En met Marcus wil je niks anders doen als eigenlijk stealen. Dit is eigenlijk praktisch dat gevecht. De boss battle muziek die speelt wel. Maar daar gaat het weer mee op. Dus... nou ja. In ieder geval, ik heb er heel erg veel zin in zo'n gezellige jaren. Oh mijn god, laatste rijden, deze gezellige. Nou, het is op zich wel lekker weer vandaag. Ik bedoel, er komt een hittegolf. Oh, gaan we weer hoor. Ik ben weer gemengd, Player 20. Oh, daar wil je ook niet voor. Hey, we hebben weer een Lightning Staff. Die hebben we al één. Ik hoef alleen maar de Fire Staff eigenlijk nog. Ja, volgens mij heeft hij niet echt veel boeiende dingen die we van hem kunnen jatten. Maar, nou ja, mij dus wel gewoon doen. Dus, maar... wat ik wel heel mooi vind in dit spel is, op het moment dat je dus zeg maar hem weer moet bevechten. Toen wij hem voor de eerste keer bevochten, kijk die aflevering terug als je dat natuurlijk wil zien. Maar op het eerste moment dat we hem dus zeg maar bevochten, toen kregen we een cutscene tot hij in een vliegtuig stapte en explodeerde. We hebben nooit zeg maar echt gezien dat hij dus echt verslagen was. En dat vond ik eigenlijk best wel goed gemaakt. En nou komen we er dus een beetje achter, tot er dus zeg maar, dat hij dus nooit verslagen is geweest en tot we hem dus zeg maar naar terug komen. Ik zit wel een beetje gerafeld uit naar die explosie. Oh, Marcus, echt serieus. Ik kan dat veel beter als jou. En ja, ondertussen blijf ik dus dezelfde commands doen. Gewoon healen met Zelda. Leroy die blijft aanvallen. En Marcus blijft stealen. Maar volgens mij kon je ook een Fire Staff van hem pakken. Maar dat weet ik dus niet zeker. Of ja, ja, Fire Staff. Ik zeg het wel goed. Dus ik wacht heel even, ik knip wel eventjes vooruit totdat we zijn laatste item te pakken hebben. Oh, wacht eventjes. Hier zien we een nieuwe aanval. Namelijk de Freeze aanval. Freeze zorgt ervoor dat een... hij is mis. Freeze is een nieuw status effect. Wat Freeze eigenlijk doet is... op het moment dat jij bevroren bent, kun je dus zeg maar geen actions commands doen met je karakter. Dus dat is nogal vervelend. En op het moment dat jij geraakt wordt door een fysieke aanval, is dat een one-hit KO. En kun je niet gerevived worden omdat je namelijk in die battle ja, nogal versplinterd in heel veel verschillende stukjes. En Marcus, echt serieus, jij zuigt op steelgebied. Nou, ik weet niet of cure nodig was, maar ik doe het gewoon heel eventjes. Wij gaan heel even proberen om die laatste item te pakken te krijgen. Dus ik zie jullie in een seconde. Of deze moet toevallig goed zijn. Wie weet. Nope. Ja hoor, de Flame Staff. We hebben hem. Ik wist dat hij er nog eentje zou hebben. Nou, dus nu hebben we alle drie de staffs voor onze Towler. Die dus zeg maar nou alle drie een upgrade heeft op alle drie de spreuken. En volgens mij was dat ook zeg maar zijn laatste item die hij heeft. Want volgens mij heeft hij maar iets van drie items bij zich. En wauw, ja, zie je, it doesn't have anything. Dus wauw, Zelda, wat doe je dat toch geweldig met je 10 schade die je elke keer aan kan doen. Nou, aangezien dat iedereen genoeg HP heeft en we dus niet op dit moment hoeven te healen. Dan heb ik zoiets van all out, attack, 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 attack. En dat was het ook, gelukkig maar. Dus ja, de Flame Staff, dat is zeg maar de enigste item die je dus zeg maar eerder kan krijgen. Je kunt ze laten kopen, maar om ze eerder te krijgen, dat is altijd handig. En we krijgen weer wat AP, niemand die leert wat. Marcus boeit niet, want Marcus is niet echt een teammember. Dat hoorde ik. Oké, smooth. Waarom? Waarom? Oh, Drama Queen, alsjeblieft, scheid toch eens uit. Wat wou die met me? Prinses, je bent een Drama Queen, schijn er nou eens mee uit. Bemusia was ook aangevallen door een leger van Black Mage Soldiers. Ik weet het. Deze mages hebben mensen van Bemusia helemaal vernietigd. Wie zal toch ooit zoiets doen? Oh, serieus? Hoe dom kun je zijn? Wat bedoel je? Stop het, Leroji. Ik weet wie het gedaan heeft. Prinses? We zijn bijna in Alexandria. Ik moet naar de kasteel en ik moet mijn moeder spreken. Onmiddellijk. Zij luistert al wel naar me luisteren. Ik heb een bad feeling about this. Ik heb er echt een slecht gevoel over. Ik denk dat we er bijna zijn. Dus. Je hebt al gehoord over de aanval op Bemusia. Natuurlijk. Ik ben niet als Leroy G. Je bent veranderd. Ik? Je bedoelt de manier hoe ik praat? Niet alleen dat. Er is veel gebeurd. Oh, trouwens. Ja? Ik ben nog heel veel battles heen gegaan. Ik ben nu ook een professional. Waar heb je het over? Nou, we hebben Supersoft nodig om Blank te redden, toch?
jij gaat met me mee ondertussen tot ik toch weiger, of niet? Natuurlijk! Ik bedoel, dit is zo spannend! Ik heb altijd al willen zien hoe Tredo eruit ziet. Ik kan niet wachten! Als ik nou eigenlijk over nadenk, is er niet zo veranderd. Oh god. Kijk uit waar je naartoe loopt. En dankjewel voor het redden. En zo. Dus de rood die split. Als je naar rechts gaat, dan kom je dus zeg maar bij Dali. Of bij Treno. En links ga je naar Dali. Nou, Dali, dat weten we. Daar zijn we geweest. En daar kunnen we nou eventueel weer naartoe. Maar op dit moment is er heel erg weinig te vinden. Er staat daar een... Het lijkt daar wel op een kistje staat. Maar daar kennen we niet naartoe. Hoeveel? Het lijkt daar wel op een kistje. Ik wil een kistje. Oké, neem maar zitten. Je kunt eventueel nog eventjes potions halen, maar zoals we ondertussen weten, op het moment dat we dus zeg maar Zelda en onze teammembers hebben, hoeven we ons geen zorgen te maken over potions. Dus we hebben geen potions nodig. Dat komt precies op neer. Nou, als we dus zeg maar nou naar links zouden gaan, dan kunnen we dus zeg maar richting Dali. Dat is nogmaals niet de richting waar we naartoe willen gaan. Maar als ik me niet vergis, konden we hier een kistje vinden. Nee? Hallo? Nou, ik wil niet eigenlijk naar Dali, dus ik dacht dat daar een kistje te vinden was, maar natuurlijk vergis ik mij eigen, zoals altijd. En wij moeten dus zeg maar naar de rechterkant, komen we dus zeg maar hier uit. Een mooie brug. En dan kunnen we hier eventjes naar beneden toe en daar vinden we nog een extra kistje. Daar zit het kistje waar ik over dacht, oké. 1610 Jill. Wowzers. Serieus, wowzers? Waarom gebruik ik in één keer wowzers? Wowzers. Oké, nou, we willen dus heel eventjes hier. Torino is een korte wandeling, dus daar gaan we hier naartoe. Ja, je moet het gate. Hier heb je de gate pass. Huppakee. Extra dialogue die ik niet ga translaten omdat het bullshit is. Ja, we zijn hartstikke voorzichtig. Maak je vooral geen zorgen over ons. Dan vraag ik me eigenlijk één ding trouwens af. Heeft Marcus misschien equipment dat wij kunnen gebruiken? Ik bedoel, dit is de laatste keer dat we Marcus in onze party hebben. Dus... We kunnen gelijk eventjes checken. Hij heeft allemaal van dat beginnerspul, dus niet echt wat noodzakelijk is. Nou, deze locatie waar we nou eigenlijk naartoe komen is niet echt zo nieuw. Maar je kunt dus zeg maar eventjes recht doorlopen om een paar eaters te vinden. Dan ga ik even kijken of we nieuwe vijanden tegenkomen. Ja, soort van. En aangezien... Oh, het is ook nog eens een keer een preemptive strike. Maar aangezien dat we ook nog eens een keer met het probleem zitten... dat we dus zeg maar niet echt sterke warriors bij ons hebben... denk ik bij mij eigenlijk dat ik gewoon zo snel mogelijk naar trainer wil gaan. Maar goed, als je dus zeg maar rechtdoor loopt... die insecten hebben we trouwens al een keertje gezien, daar niet van. Maar als je dus rechtdoor loopt, kom je dus zeg maar bij een locatie... waar we nog een paar eaters zouden kunnen vinden. Maar die heeft eigenlijk een speciaal extra hidden scene... op het moment dat je bezig bent met... met de touwler. Dus daar willen we willen daar nou niet te veel tijd eigenlijk aan besteden. Dus wat we gaan doen is we gaan zo snel mogelijk naar Treno toe. Nou hoop ik dat ik geen random encounter tegenkom. Braaf. Dus dames en heren, jongens en meisjes, welkom in Treno. Een onrustige stad vol met dieven en schavuiten. Een perfecte plaats voor onze Leroy G. En hij zit nou deze video te kijken en roept keihard objection. Leroy, als je dit aan het kijken bent, laat het weten in de reacties en roep objection. Ik roep je uit nu op dit moment. Gewoon, jij roept gemene dingen over mij. Nee, grapje. Dus hij volgt de Let's Play ook. En, wij hadden het... Jezus. Wij hadden het erover tijdens de opnames van Mario Kart 8. Ja, die hebben we al opgenomen. Die komen in het weekend op de Taulus' kanaal. En tussen de opnames door hadden we het erover en we hadden eigenlijk heel erg veel lol. En ik skip per ongeluk heel erg veel tekst voorbij. Mensen zoals jij zijn in deze... hebben deze stad omgemaakt in een duistere stad. Ja, laten we gewoon de supersoft stelen en hiermee weggaan. Stelen? Hoe durf je? Denk je dat ik jou hier gewoon een misdaad laat gaan in mijn ogen? Hoe denk je anders om aan de supersoft te komen? Hou je mond! Ik zal niet luisteren naar zulke onrespectvol gedrag. Ik heb jou nooit gevraagd om mee te gaan, dus hou op met klagen. Praat niet terug naar mij. Allereerste... Waag jij mij zo met onderbreken terwijl ik aan het praten ben?
Kijk achter je. Wat? Prinses, ik verzoek je niet om... Prinses? Nee, niet weer. Ik heb nog nooit zoveel problemen gehad ondertussen met mijn 18 jaren van dienst. Oh, dit is allemaal jouw schuld en... Ook al weg. En Alexandria Knight moet niet denken dat het zo... Ik moet de prinses vinden. En we krijgen natuurlijk weer E3. Hey, sorry voor dit eventjes, dit rommelige momentje, maar ik probeer die grappigs te vertellen. En er was een hele cutscene en we zitten hier in Traino. Traino is een gevaarlijke plek, blablabla. En dan moeten we super soft vinden. Mijn excuus is dat het eventjes zo rommelig was gegaan. Oké, als we hier eventjes naar deze ATE gaan kijken. Kom terug hier! Was dat een zakroller? En daar zien wij toevallig net een zak. Hé, hey, mijn geld is gejat. En we zijn 1000 geld kwijt omdat Zelda niet goed oplet. Dankjewel, Zelda. Komt allemaal uit onze gezamenlijke portemonnee. Nou, die gas kunnen we nog terugvinden. En daar vinden we dan een item voor. Dus daar moeten we wel voor opletten. Maar al deze ATE's zijn eigenlijk best wel belangrijk. Dus we moeten ze nog wel even kijken. Dit is niet een hele lieve stad! Nee, goh. Ik zou maar beter die supersoft snel vinden en terug aan Alexandria. Misschien niet die kant op. Ik denk dat ik de supersoft daar toch niet zou vinden. Ja, ik ben een pro. Ik ben goed in bellen. Pardon. Heb je ooit gehoord over iets van supersoft? Nee, mevrouw? Die is doodgegaan 3 jaar geleden. Nee, ik ben op zoek naar een item die verstening eigenlijk fixt. Oh, echt waar? Nou, ik maak het eigenlijk best wel goed. Dank voor vragen. Ik mag misschien wel oud zijn, maar ik ben nog heel erg gezond. Ja, bedankt. Doei. Jij bent nog jong. Ga je zo voor je op. Zijte. Oké, ja, dat moest gewoon heel eventjes zo'n stemmetje. Oké, we kunnen hier eventjes de ladder af. En hier vinden we de beste treasure van de game. Echt, deze treasure, als je die mist, game over, zul je nooit meer winnen. Namelijk, een Yeti card. Ik dacht eigenlijk dat het kistje was met Angel. Is dat deze dan? Angel, daar ging het om. Oké, sorry. Die items die je vindt, die zijn zo nutteloos. Maar, ondertussen zijn hier wel heel veel items die we eigenlijk wel willen kopen van een normale shop. Als je hier komt, kunnen we wat potions kopen eventueel, zouden we dat willen. Maar zoals ik al zei, potions zijn pointless. Aangezien dat we een healer in ons team hebben, dus daar willen we onze tijd niet aan verdoen. Daar willen we eigenlijk later naartoe. Hier hebben we een paar kiddies. En ja, je zou hier weer card battles en alles kunnen doen. Maar card battles vind ik nog steeds de grootste onzin die er in dit spel te vinden is. En we hebben een meeting place. Hey, is alles in orde? Waar heb jij het over? Jij bent het. Waar ben je geweest, Marcus? Je weet wel. Overal. De man wacht op jou beneden. Welke man? Waar hebben we het over? Ah! Ja, je bent laat. Ja, er is veel gebeurd. Ik ben nogal moe. Geen excuses. Als ik zeg dat we klaar zijn, dan zijn we klaar. Heb je het gevonden? Heb je de supersoft gevonden? Ja, die zit er in een grote villa. Dus we gaan bij je boot en we breken vanavond in. Wat is er gebeurd met je piratenstem? Hou toch je kop dicht. Dit is eigenlijk de stem die ik voor Baku heb gebruikt. Mijn excuses. Maar laat het over aan mij. Ik ben degene die onze broer zal redden. Ah, natuurlijk. Ik weet zeker dat we dat... jullie zijn degene die altijd... Oké, dus Baku is hier ook, dan weten we dat. En dan hebben we hier die hiccupgast en die boeit ons eigenlijk niet. En life stinks, ja, dat kun je wel zeggen. Kupopo, Moogle! Dus we zouden eventueel kunnen saven. En dit is die andere gast, dus leuk, die we net in die ATE hebben gezien. En volgens mij heb ik een brief voor jou. Kom eens even hier. Oh, je hebt een brief van Stillskin. There's trouble in Rainy City. Ze zouden... Heel erg boeiend. Echt serieus, die magnets, die boeien niet, maar op een of andere reden doe ik het toch wel, dus... we kunnen daar dus zeg maar verder niks mee, maar hier... Ik moest hem ook een keer gebruiken. Hier heb je een vijand onder in de grot zitten die je eventueel zou kunnen bevechten. Geloof me, de eerste vijand die je hier ziet kun je niet bevechten, aangezien dat hij zo sterk in één hit ben je dood. En daar hebben we de equipment niet voor, dus dat wil je echt niet doen. Maar we kunnen dus wel eventjes hier wat items kopen. Nou, sowieso heb je de dagger, de mage masher, de mithril dagger. Alle items die je op dit moment nog niet hebt, kun je hier dus kopen. Zoals een mithril sword. Mithril spear, weet ik dat we die hebben gevonden. Air record, willen we zeker gebruiken. Mithril rod, willen we zeker kopen. Flame staff, ice staff, lightning staff. Zoals ik jullie al heb gezegd, die vind je hier gratis en voor niks.
Nou, een fork hebben we al, een needle fork hebben we al, die hebben we al, die hebben we al. Bone, dat is nieuw, daar wil ik er 3 van hebben. Die hebben we 1, mage's head. Bandana's, daar wil ik er 2 van. Barbet, die hebben we 1. Nou, ik koop er nog maar 1 bij, just in case, met een broodje gezond verstand. Brons vest, daar wil ik er 2 van hebben. Chain plate, daar wil ik er ook 2 van hebben. Die hebben we 1. Ja, ik koop er nog 1 bij. Chainmail, koop er daar 1 van. En dan denk ik dat we wel goed zitten. Nou wil ik ook even het een en ander verkopen. Namelijk die thunder die we hebben. Volgens mij had je die ergens voor nodig, die lightning staff. Nou, laten we het maar even zo gewoon houden. Dus we hebben weer heel veel nieuwe equipment. En ik hoop echt serieus dat hij nou eens snel die mijnen strijkt. Want we hebben nog natuurlijk de mithril sword nou. En ik wil hem echt een nieuw zwaard kunnen geven. Oké, nou, die hebben we helemaal volgeleerd. Het is dat we zelden niet bij ons hebben, anders zouden we haar al gelijk een nieuwe staf kunnen geven. En een verplichte ATE. ATE. 600 jail. Oh, het zal wel een veilingshuis zijn. Misschien kan ik de supersoft hier vinden. Oh, daar hebben we die enge vent weer. Oké, nou gelukkig zijn we hier gelijk aangekomen. Dus kunnen we gelijk heel eventjes hier babbelen. Prinses, oh gelukkig. Ik heb je gevonden. Oh, ik was ongerust. Hoe kan ik de supersoft vinden wanneer dat ik de hele tijd naar jou geklaag moet luisteren? Oh, dat is ook een pijnlijke woorden. Ik hou er wel van. Ik denk niet dat het hier trouwens is. Waar is Marcus? Dat weet ik niet. Misschien heeft Marcus het al gevonden. Ga je dan mee? Ik ga. Of met of zonder jou. Mij maakt het niet uit. Ik zal je wel volgen, prinses. Nou, deze veiling die kan wel goede items geven, maar aangezien dat we dus nou weinig geld hebben, is het niet echt aan te raden om hier nou zeg maar met de veiling mee te doen. Dus, en ik weet zeker dat ik hem eerder heb gevonden. Ja, dat ook. Wij hebben hem al gezien, maar dat weet jij niet, want jij was er niet bij, terwijl dat wij oorlog aan het voeren waren. Terwijl jij, oh, zo fijn aan het treinreizen was met Leroy. Oh, echt, dat maakt me zo chagrijnig. Maar goed, we zijn dus zeg maar net van boven afgekomen en er is dus nog steeds die gast die 1000 chill van ons heeft gejat. Dus die kunnen we hier vinden. Hier kunnen we card battles doen. Echt niet boeiend. Het boeit me geen ene. Echt heel die card battles. Het boeit me echt niks. Mijn excuus daarvoor. Dus en deze gast hier. Ja, die is gek. En deze gast hier, die is ook gek. Maar als wij dus zeg maar hier naar binnen toe gaan. Wat is dat nou hier? Nee? Dan komen we hier in ieder geval bij de synth shop, zodat we weer items zeg maar, kunnen combinen. En zoals je dus ziet, ja, de butterfly sword die hebben we, de ogre hebben we, cotton rope. Maar we kunnen hier dus desert boots, die weet ik zeker dat we die heel erg veel hebben. Glass buckle, waar heb ik daar nog meer voor nodig? Een glass armlet. Gemna boots, die hebben wij ook. Hier, zie je nou wel, ik wist het, we hebben dus zeg maar de lightning staff nodig. En oh, we hebben een rot nodig. Komt daar even goed uit, want... We hebben hier een rot en scan of life and silence. Nou, begin maar eerst eventjes met scan. Oké, nou, als we dus zeg maar hier gaan komen, dan willen wij dus zeker de... Deze, ja, omdat we 2 lightning staffs hebben, dus deze willen we zeker eentje kopen. De Kashusha, die willen we ook eentje hebben. En de Cold Choker, die willen we ook eentje hebben. Die hebben we 1, die hebben we 1. Cotton Rope. Ik weet niet, volgens mij willen we ook de glass buckle hebben, maar dat weet ik dus niet zeker. Dus, welke armband heb jij nog? Ja, jij hebt een glass armlet. Kunnen wij met de... Oh, kijk hier nog toch eens. Auto potion. Ability up and life. Ability up! Oh, wacht eens even. Ability up. Sorry ervoor dat je snel abilities kan leren. Die willen wij zeker hebben. Heb ik ook nog iets nieuws voor jou? Nou, jij bent eigenlijk overal nog iets aan het leren, dus... Oké, nou is het alleen nog maar even onze taak om eventjes, zeg maar, die enge vent te vinden die dus, zeg maar, onze duizend... wat zien we hier? Bullshit. Het is dus, zeg maar, eventjes de bedoeling om eventjes die vent te vinden die dus, zeg maar, 1000 gel van ons heeft gejat. Hallo. Waar zit hij ook alweer? Volgens mij zat hij daar weer boven op die ene brug. Ik geloof hierboven. Of is dit net de plek waar we vandaan kwamen? Nee, toch? Hi. Where did he go? Ja, dat vraag ik mij ook af. Jongens, ik ga heel eventjes kijken of ik eventjes die gast kan vinden. En zo niet, dan gaan we dus zeg maar
richting de plek waar we naartoe moeten gaan. Dus ik zie jullie in een seconde. Ik heb die vent niet kunnen vinden, dus die 1020 krijg ik nooit meer terug. Oké, dat is eigenlijk best wel een downpour. Volgens mij was dat zeg maar dat je nog een ATE zou hebben tot hij dan ergens zeg maar zou verschijnen. En dat je dan zeg maar een glass bucket van hem zou kunnen krijgen. Zonder dat je die dus zeg maar hoeft te sinten. En hij zou dan opgelicht zijn omdat hij zeg maar voor 500 te vinden is. Maar daar heb je de items niet voor nodig, dus zal het wel een klein voordeel zijn geweest. Ik ben heel even offscreen eventjes toch naar de Sint Shop gegaan en heb toch even die glass bucket al gehaald. Dus vandaar. Maar goed, we moeten nu dus zeg maar hier richting Blank. En, of niet Blank, we moeten dus Blank redden met Supersoft. Maar Marcus die staat er dus zeg maar binnen. En in de volgende aflevering gaan we dus kijken of we daar iets mee kunnen doen. Dus heb je vragen of opmerkingen, kun je natuurlijk weten in de reacties. Heb je dus een leukste momentje, kan daar in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat het lekker als je daar de tijd voor hebt. Dus ik hoop jullie morgen te zien. Morgen gaan we gewoon nog steeds verder met Final Fantasy 9. Dan gaan wij dus kijken hoe dat het daar verder gaat. En misschien komen we nog terug aan Alexandria. En kunnen we eindelijk eventjes de blik, de grote olifantenvrouw eventjes vragen van... Hey, waar ben je nou mee bezig? Dus we zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Doei!